Probleem nummer 1 in de sector. Meer dan de helft van jullie heeft te maken met zware werkdruk. En dat drukt op jullie arbeidsomstandigheden. Maar het drukt ook op de zorg en jullie inzet voor de patiënten, voor de bewoners, voor de kinderen, voor de gasten. En dat is een probleem en dat moet opgelost worden. Wij geven niet op! Wij vragen dat deze regeringen met ons aan tafel gaan in de komende weken voor een investeringsplan, voor betere lonen, en er zijn echt verbeteringen mogelijk, voor meer personeel, voor minder werkdruk, en dat er maatregelen zijn in 2023 en 2024. Wij gaan niet wachten.